Goedemorgen, kom op je matje. We gaan deze ochtend iets doen met pranayama om de diepe voorste lijn, de deep front line, te helpen ontspannen. En die is eigenlijk zeer belangrijk in het balans vinden tussen de voor- en de achterzijde. Maar we gaan eerst ons lichaam een beetje opwarmen. Dus kom maar op je matje staan, je voeten iets breder dan je bekken. De buitenste voetranden zijn evenwijdig aan elkaar. Meestal voelt dat alsof je hielen een beetje naar buiten staan. Breng je gewicht in je hielen. Plooi je knieën een beetje en dan laat je vanuit je voeten breng je bekken in beweging. En van daaruit je wervelkolom. Laat je armen zwaaien. En laat je adem zich een beetje verdiepen. En laat dan die beweging stilvallen. Oké. Breng je gewicht terug naar achter in de hielen. Hef en spreid de tenen. Dat helpt. En dan gaan we de armen zwaaien. Laat de knieën iedere keer meebuigen, meeveren. En het is belangrijk vandaag om diep te ademen. Dus je ademt in als de armen naar boven komen en je kan zuchtend uitademen als de armen naar beneden komen. Hou je gewicht in de hielen. Probeer de voorzijde van je lichaam open te houden. Heel goed. Een paar keer. Oké. En dan laat je de armen ontspannen. Dan even de benen activeren. Zet je voeten goed breed. De tenen mogen een beetje naar buiten wijzen. Plooi je knieën. En hef en spreid de tenen. Duw je knieën een beetje naar achter, zodat ze boven de enkels komen. En dan laat je je knieën nog een beetje meer buigen. Maak je abdomen lang, borst ver weg van je bekken. Laat de armen een beetje naar voren komen, schuin naar voren en naar boven. Hou je hals open en even diep ademen. Bij een volgende inademhaling laat je de rechterarm naar boven komen, linkerarm komt naar beneden. Maak je rechterflank lang en die lengte hou je en je brengt je rechteroksel over je rechterknie. Blijf diep zitten, maak je rechterflank lang en draai je navel en je borstkas naar links terwijl je uitademt. Heel veel kracht in je rechterbeen. We komen daaruit terug. Kom terug naar het midden. Blijf diep staan. Inademen. Linkerarm komt naar boven. Ja, je begint dat te voelen in je benen. Open die linkerflank. Linkeroksel over je linkerknie. Bij een volgende inademhaling linkerknie naar achter duwen. Navel naar rechts draaien. Borstkas naar rechts. Verleng je linkerflank. Kom terug naar het midden. Je kan je handen nog eens op je dijen zetten. Wervelkolom verlengen. En kom eruit. En draai cirkels met je bekken. Ook in de andere richting. En voel de energie
En vanuit je benen doorstroomt naar de rest van je lichaam. Oké, dan kom je zitten. Je kan komen zitten op een krukje. Het is gewoon het allerbelangrijkste dat je wervel komen rechtop kunt houden. Ja? En anders kom je zitten op een blokje en kleermaker zit. En ook hier weer, als je zit, ga je iets gelijkaardigs doen als dat je recht staat. Je gaat namelijk de voorzijde van je lichaam lang en open houden. Je kan je knieën naar beneden en naar achter duwen, zodat de buitenkant van je heupen actief is. Maakt het makkelijker om je abdomen te ontspannen. En dan leun je een beetje naar achter. Alsof dat je weer in je hielen leunt, maar nu in de, meer in de richting van de achterzijde van je zitbeenknobbels. En dan gaan we een aantal keer Kapalabhati doen. En mensen die vroeger al pranayama hebben gevolgd, weten misschien wat dat is. Dat betekent dat je heel krachtig gaat uitademen en ontspannen inademen door je abdomen, het onderste deel van je abdomen, krachtig in te trekken. En we doen dat terwijl we de kin naar de borstkas brengen. Dus dat voorkomt dat er overdruk ontstaat in de oren. En als je wil, kan je het intenser maken door je handen dicht bij je bekken te plaatsen, je wervelkolom te verlengen. Je schouders mogen een beetje naar boven komen, hierbij. En dan ga je inademen door je neus heel diep, tot diep in je borstkas. Dan hou je borstkas open. En dan ga je met Ujjayi krachtig uitademen. Buik ontspannen. Borstkas open houden. En opnieuw uitademen. Even ontspannen. En dan gaan we dat nog een keer opnieuw doen. Verleng je wervelkolom. Duw op je armen. Adem diep in. Tot in je borstkas. Breng je kin een beetje in de richting van je borstbeen. Ontspan, ontspan. Het kan een prikkel geven in je keel. Gewoonlijk maakt het alles vrij wat moet vrijkomen, zeker ook in bovenste luchtwegen. Vind je adem terug. En dan gaan we Uddiyana Bandha doen. En we hebben nu een beetje meer ruimte in. Als abdomen, borstkas. En om Uddiyana Bandha te doen, gaan we eigenlijk in dezelfde positie komen. En je kan, je kan steunen met je armen. Verleng je wervelkolom. En het principe van Uddiyana Bandha is dat je volledig uitademt. Ontspant. Terwijl je uitgeademd blijft. En dan je borstkas opent alsof je inademt. En je gaat dat voelen trekken in je keel hier. Dat gaat een beetje naar binnen gezogen worden. En dat is de bedoeling. Dus je ademt diep in. Helemaal uit. Ontspan je buik, hou je adem vast. En maak een beweging met je borstkas alsof je inademt. Als je voelt dat je moet ademen, ontspan je eerst je abdomen en dan ga je ademen.
Dus de volledige beweging van, als je borstkas opent alsof je inademt, dan is het letterlijk. Het is alsof je inademt, je gaat niet inademen, je houdt je adem vast. Zodat er een vacuümeffect ontstaat in de longen. We gaan dat nog eens doen. Dus je gaat eerst diep inademen. Dan heel diep uit. Ontspannen. Adem vasthouden. En neem even de tijd om na te voelen wat er gebeurt. Nu gaan we dit combineren met een andere oefening die jullie ook kennen. Dat is die torsieoefening. Dus we gaan die eerst doen zonder Uddiyana banden. Ter herinnering, zodat terug aan je vrijkomt in je motorisch geheugen. Weet je nog, als je naar rechts draait, je linkerknie naar beneden en naar achter brengen. Terwijl je uitademt, kom je in de torsie. Je duwt op je armen. Dat is een blokje ter hoogte van je rechterheup. Je kan ook de stoel vastpakken hier, als je op een stoel zit. En dan ga je diep uitademen vanuit je onderbuik, 5 vingers onder de navel. En je komt zo in de torsie. Als je moet inademen, ga je een beetje eruit. En zodra je weer kan uitademen, ga je terug in de torsie. En je activeert armen en benen om in de torsie te komen. Je ontspant de wervelkolom. Dus nu is het iedere keer zo. Je ademt uit, je gaat in de torsie. Even pauze en dan, als je moet inademen, kom je er een beetje uit. Als we het gaan doen met Uddiyana Bandha, Uddiyana Bandha doen voordat je in de torsie komt. In de torsie ga je krachtiger in de Uddiyana. Dus ga je je borstkas meer proberen openen. En dan ga je een klein beetje ontspannen. Een beetje terugdraaien en weer activeren Uddiyana Bandha en kom in de torsie. En dan weer eruit en dan weer in de torsie. Totdat je moet ademen. Als je moet ademen, keer je terug. Ga je rustig in en uitademen. En recupereren. We gaan dat doen naar de rechterkant. Dus je zet je klaar en je start met je voor te bereiden om Uddiyana te doen. Je ademt in. Helemaal uit. Je ontspant. Je komt in Uddiyana. En dan ga je in de torsie. Een beetje Uddiyana lossen uit de torsie. In de torsie Uddiyana, uit de torsie. En je moet ademen, keer je terug. Als je 1 kant hebt gedaan, kom naar het midden. Neem even de tijd om na te voelen wat het effect is. Het is een heel krachtig middel om heel snel heel veel energie te laten stromen door je wervelkolom. En dan gaan we naar de andere kant. Eerst zonder Uddiyana Bandha. Je gebruikt de kracht van je armen en je benen om je wervelkolom te verlengen. En
En dan combineer je dat met Uddiyana Bandha. Ja, kom weer terug naar midden. Activeer je beide benen. Je verlengt je dijbenen. Je duwt je knieën naar beneden. Zachtjes naar beneden, een beetje naar achter. Verleng je abdomen, leun naar achter, zodat je steunt in de facetgewrichtjes van je wervelkolom. Je komt iets meer naar achter in je zijbeenknobbels. Beweeg je borstkas weg van je bekken. Je kin beweegt een beetje weg van je borstkas, totdat je voelt dat je hoofd zo'n beetje begint te zweven precies bovenop je wervelkolom. Je hoofd wordt licht, het wordt lichter achter je ogen en je voorhoofd. En dan ga je alles ontspannen, maar je blijft in die houding zitten. Sluit je ogen, ontspan je gezicht. Dan kan je handen en je vingers samenvouwen, handen voor je bekken laten plaatsen hier. Ontspan je schouders, hou je schouders breed. Zag niet in aan de voorzijde. Kom ook niet naar voren, zag niet naar voren. Je wervelkolom is in de natuurlijke krommingen. Dan ga je je handse lichaam ontspannen in die positie. Een grote sleutel om te kunnen ontspannen is je gezicht ontspannen, de kaken ontspannen, mond ontspannen, de lippen. Vooral ook de ogen. Oogbol, oogleden, wenkbrauwen, je voorhoofd, laat je voorhoofd ontspannen, je slapen, je handse schedelhuid. En terwijl je je ogen ontspannen houdt, laat je je aandacht samenvallen met een punt daar waar je wenkbrauwen zullen samenkomen. Moesten ze samenkomen. En adem rustig in en uit door de neus. Ja, dieper en dieper ontspannen, maar je blijft heel erg alert. Je observeert zonder oordeel. En als het nodig is, laat je ook het oordeel over je oordeel los.
Wees niet te streng, laat aan een kleine zachte glimlach verschijnen op je lippen, met je mondhoeken een beetje naar boven, een beetje uit elkaar. Het is een beetje alsof je plots de zon voelt op je gezicht. En dat je langs je gezicht die zon binnenlaat tot in je hart. En als je wil, kan je dan je handen samenbrengen. Duimen op je borstbeen. Namaste. Dankjewel.